Mevrouw Rantek, sinds deze week zijn de winkels weer open. Dat moet bij u en bij uw collega's tot een enorme opluchting geleid hebben. Ja, echt een zucht van verlichting. Ook vooral alle verhalen die dan weer vrij toegankelijk zijn. Of een heel klein voorbeeldje, een rouwkaart die je moet kopen. Dat is geen fun shoppen. Nee. Dus het is niet alleen maar fun shoppen in een binnenstad, maar ook wel gewoon dingen die belangrijk zijn en verhalen die verteld moeten worden. Dus dat nu weer vrij toegankelijk is en dat we weer essentieel genoeg zijn om open te mogen, zijn we heel dankbaar voor. Ja. En die afgelopen periode, hoe lang bent u dicht geweest? Is de winkel dicht geweest? Meer dan 130 dagen. Meer dan, u hebt ze geteld? Nou, iemand anders had ze geteld. Oh, ja. Maar inderdaad, dat deed echt pijn. Dat deed echt pijn, maar boeken kun je toch ook heel goed via internet kopen? Ja. Dus ook heel goed bij u via internet kopen? Ja, dat hebben we ook goed gemerkt. Maar dan moeten we de order verwerken, dan moeten we een mailtje beantwoorden, dan moet het boek verpakt worden, er gaat heel veel materiaal in zitten. Voor het milieu is het toch iets handiger als er gewoon één levering hier is. Iemand komt hier naartoe en het gaat weer mee. Maar ook meer de verrassing van wat je dan koopt. Als je op internet kijkt, dan weet je wat je wil hebben. Maar hier dat je toch met iets anders de deur uitgaat of weer geïnspireerd wordt. Of welke verhalen worden er nu verteld in de wereld, dat mis je dan helemaal. Maar dat dat via internet besteld kan worden, hadden we gelukkig goed op orde en hebben we ook goed geweten. Maar het leidt het in de winkel ook zeg maar tot impulsen aankopen, dat mensen andere of meer dingen kopen dan alleen via internet? Ja, want we hebben onze boeken allemaal online, maar de spellen en zo, die moest je allemaal via WhatsApp of e-mail bestellen. Dat ging natuurlijk wel. Kijk, tuurlijk vind je mogelijkheden om je klanten te bedienen en in contact te blijven met de mensen. Maar een stenen winkel heeft toch echt een ander effect en een andere functie dan alleen maar online. We missen ook het verhaal, we missen het contact met de mensen. We hebben nu ook eigenlijk, zijn we langer met de klanten in gesprek, want we hebben elkaar gemist. Maar die afgelopen maanden, los van die internetverkopen, hoe bent u die doorgekomen? Er zijn wel echt wat bedrijven die wat orders naar voren hebben getrokken. Daar waren we heel blij mee. Uitgeverijen hielden rekening mee met de moeilijke positie van de boekhandel. Eigenlijk het hele boekenvak is vrij sterk. Een vrij sterke keten is het. We hebben heel veel baat gehad bij Libris, die onze website verzorgen. Dus waar we bij zijn aangesloten als inkooporganisatie. Dat zijn gewoon hele fijne dingen. Mm-hmm. En we hadden natuurlijk een topbezorger voor Nijkerken en wat fietsbaar was. Mijn grootvader Henk heeft zijn geslag in de ronde gefietst. Want je kon ook niet van PostNL op aan. Dus alles wat hier lag hebben we ook allemaal gewoon zelf verzorgd. Of eerst hier laten komen en dan zelf bezorgd. En sommige dingen gingen wel via PostNL. Ja, dat duurde gewoon langer dan iemand van 80 op de fiets. Maar dat van Henk zal ook wel weer leuke reacties hebben opgeleverd. Ja, neem ik aan. Ja, het op een gegeven moment zijn eigen hashtag hebben we zelfs gezien. Henk op de fiets. Ja. En, of we krijgen nu tegenwoordig bestellingen. Ik wil graag dat de bezorgopa komt. Dus mensen die houden er ook gewoon rekening mee. Nou, dan kan het iets langer duren misschien. Want we sturen hem nu niet meer gewoon dit moet vandaag enzovoort. Mm-hmm. Dan houden we wel rekening mee dat hij nu 81 is geworden. Maar mensen hebben dat verzoek vaak. Ik wil graag dat het per fiets bezorgd wordt. Dus die kan de milieuvriendelijke optie doen. Ja, we hopen nu natuurlijk gewoon weer dat al die mensen ons de beurt. Door de week. Zaterdag een beetje meiden. Maar dat ze gewoon weer naar de binnenstad kunnen komen. Iets anders is, terrassen zijn ook open, maar er zijn bijvoorbeeld ook caféhouders die zeggen van ik doe het niet. Want ik vind het eigenlijk moreel niet verantwoord met de dermate hoge zorg, ellende die er op dit moment is. Ja. Heeft u zoiets ook overwogen? Nou, we hebben heel erg overwogen van gisteren mochten we weer open. Nou, dan gaan we geen ballonnen, geen vlaggetjes, niet iets uitdelen. Gewoon, we houden ons ook gewoon echt aan de regels, we houden afstand. We zorgen dat de winkel ruim opgezet is, geen toestanden. Nee, we hebben echt wel wat veel ingrepen gedaan. Mm-hmm. Maar ik denk toch dat vrij woord heel belangrijk is. Maar ja, die ondernemers die zeggen van nee, dit wil ik niet, durf ik niet. Nee, daar heb ik heel veel respect voor. En we hebben gewoon code zwart. En we hebben hier ook echt wel onze verliezen meegemaakt. En we nemen het heel serieus. Maar toch denk ik dat je heel veel dingen wel veilig kan. Mm-hmm. Ja, en hoe met de terras is. Ja, denk maar na als jij in Politiek Den Haag het besluit moet nemen. En je ziet in de grote steden waar mensen heel klein wonen. Om die parken helemaal vol lopen, dan is een terras misschien juist een heel mooie gereguleerde manier om elkaar wel te kunnen ontmoeten. En, maar ook gewoon ondernemer te kunnen zijn. Dus ja, ieder ondernemer maakt denk ik zijn eigen afweging. Je hoort ook veel op dit moment, het licht aan het einde van de tunnel is in zicht. Voelt u dat ook zo? Nou, ik ben bijvoorbeeld wel heel blij dat opa nu zijn vaccinaties heeft. Mm-hmm. En,
Ja, ik ben toch wel iets van elke dag een goede dag maken. Dus ik hoop niet heel erg, ik durf niet over de zomer te kijken. We maken onze plannen, we hebben een auteur uitgenodigd. De eerste week van juni is dan weer de boekenweek. Jaap Scholten komt dan, maar of dat online is of buiten een soort hagepreek, ik weet het niet. Dat bekijken we ook maar per dag. Maar we kijken er wel naar uit dat het allemaal weer normaal is.